Goedendag, mijn naam is Joost Aert. Vandaag gaan we een stelseloplossing met de gelijkstellingsmethode. Die wordt gebruikt als bij de coëfficiënt van een x voor y dezelfde waarde heeft. Want in dit geval heeft de x de waarde coëfficiënt 1 en 1. Dat betekent dat we daarvoor de gelijkstellingsmethode gebruiken. Dat doen we door de waarde van x kleine op functie van y. Dus hier, het eerste vergelijken met de x gelijk is aan 7 min 3y plus 3 aan de kant wordt min 3y. En het tweede vergelijking krijg je x gelijk aan min 3 plus 2y. De min 2y vooruit wordt dat plus 2y. Nu, omdat x gelijk aan x is, ja, zal ook 7 min 3y gelijk zijn aan min 3 plus 2y. Dat noemen we de gelijkstellingsmethode. Dus 7 min 3y is gelijk aan min 3 plus 2y. Waarom? Dat x gelijk aan x is ook 7 min 3y gelijk aan min 3 plus 2y. Min 3 van de andere kant en min 3y ook aan de andere kant, krijg je 7 plus 3 zal 10 worden. En dan krijg je 2y plus 3y zal 5y worden. Je krijgt dus, als je uitwerkt, 7 plus 3 wordt 10. En 2y plus 3y wordt 5y. Dus 10 is gelijk aan 5y. Dat betekent dat y gelijk wordt aan 10 gedeeld door 5. Dus we gaan gewoon schrijven y is gelijk aan 10 gedeeld door 5 of y is 2. Dus we hebben reeds de y-waarde gevonden. De y-waarde is 2. Nu moet je nog de x-waarde gaan zoeken. Ja? Dus na de y-waarde zoeken we de x-waarde. Voor de x-waarde hebben we twee mogelijkheden. Dus we willen gebruiken 7 min 3y of min 3 plus 2y. We gebruiken hier de eerste vergelijking, maar ook de tweede gebruiken, dat kies je zelf, maar we kiezen de eerste. Dus x is gelijk aan 7 min 3y. Ja, dus x is 7 min 3y. We weten reeds dat y gelijk aan 2 was. We hadden juist berekend dat y gelijk aan 2 was. Dan kun je in die vergelijking y vervangen door 2. Dan krijg je y is gelijk aan 7 min 3 maal 2. Evenvuldige 7 min 3, 3 min 2 is 6. Dan krijg je 7 min 6. En 7 min 6 zal antwoord geven 1. Dus x is 1. Uw oplossing is dus een verzameling met één element. Uw v, uw oplossing, is dan een verzameling met één koppel, namelijk eerst de accolades en koppelen met twee elementen x en y. Dus het eerste element is de x, het tweede coördinaat is de y. De x-waarde was 1, de y-waarde was 2. Dat is de koppel 1, 2, is de oplossing van dit stelsel. Dank u wel, bye bye.